Van 9 uur de onderbreking van de wedstrijd met de rode vlag. Betekent dat de heren weer binnenkomen in de pitlane. Het is Michael Marcy, de wedstrijdleider in Formule 1. Waardoor dat de rijders in de pitlane gaan komen en we opnieuw een rode vlag hebben. Als dit nu definitief zou zijn, dan kunnen er halve punten gegeven worden. En het kampioenschap brengen. En na twee officiële ronden worden er punten toegekend. De helft van de waarden wordt toegekend vanaf de twee ronden. We wachten op uitsluiting. Uiteraard nu de rode vlag en de wagen de pitlane. Hoe lang hebben jullie ze gereden? Drie rondjes 78. Ja, ja. 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 Ja, ja.